Mijn naam is Rebecca en ik ben van het YouTube-kanaal Hart voor Paarden. Wil je meer over mij weten? Kijk dan zeker even op ons YouTube-kanaal. Daar kun je van alles over mezelf vinden, maar ook over mijn dochter Tessa en onze bijrijdster Kim en nog heel veel meer lieve en leuke mensen. Daar staan ook al onze paarden en hoe ze heten en wat ze doen. Vandaag mag ik voor het eerst een les volgen bij Frank Jespers. En hij is een dressuurinstructeur, ook jurylid en hij kan nog heel veel meer. Ik vind het wel heel spannend, het is mijn allereerste keer dat ik die les ga volgen. En dus moet ik eventjes gaan kijken ja, hoe dat is, want een nieuwe instructeur is altijd anders. Naast mij staat nu Frank Jespers. Frank, wil je misschien even uitleggen wat jij allemaal doet? Nou, mijn werk is paardrijdinstructeur. En ik heb een opleiding daar ook voor gedaan, in Deurne, de hippische opleiding. Nou, dit wordt mijn allereerste les bij Frank en ik moet zeggen, ik vind het wel toch wel stiekem een beetje spannend. Ja, ik denk dat we zo gaan beginnen. Wat ik me wel afvraag, ik heb eerder lessen van jou gezien en ik zie dat jij altijd naar het losrijden kijkt. Waarom doe je dat? Ja, ik vind het eigenlijk belangrijk als iemand op een paard gaat zitten, dat hij zich thuis voelt. En dat hij kan rijden zoals hij dat gewend is. En dat hij niet op een bepaalde manier gespannen extra zijn best gaat doen om zich goed te presenteren naar een nieuwe instructeur. En wat me ook opviel is dat je eigenlijk maar één ding per les... Ja, ik heb nog geen les gehad, maar mijn dochter en mijn bijrijdster wel. Maar wat mij opvalt is dat je meestal maar één ding per les pakt. Ja, wat ik graag probeer voor elkaar te krijgen is een bepaalde basis in het rijden. En dan heel veel dingen door elkaar te gaan mengen of te gaan behandelen. Dan wordt het vaak verwarrend. En het lijkt me het meest duidelijk als je iets uitpikt en dat zo goed mogelijk uitlegt. En dan ook werkelijk probeert dat er iets uit voortvloeit, waardoor dat je ook een bepaald resultaat krijgt uit de les. Ga ik mijn paard maar pakken? Ja. Gaan we doen. Gaan we zien. Ja. Ja, we zo wel houden, dat hij actieve stappen. Die stappen lekker actief doen. Dat probeer je bij te pakken. Ja, goed gedaan. Juist, je hoeft een beetje naar binnen vallen. Goed gedaan met dat rechterbeen. Stuur hem een heel klein beetje naar links met je linkerhand als hij naar binnen valt. En dan met je rechterbeen blijven tikken totdat hij niet meer naar binnen valt. En dan kun je het met dat tikken stoppen, zeg maar. Ja, goed zo. Dit staptempo zo onderhouden. Contact met de mond is goed. Daar is niks mis mee. Dat is een goed contact. Dat probeer je te onderhouden. Het allerbelangrijkste is, wat je ook wil, dat hij niet terugvalt. Ja, lekker onafhankelijk zo drijven. Dat wil zeggen op het moment dat je onder de knie beweegt en kracht zet, dat je eigenlijk boven de knie daar niks van voelt aan reacties. Alleen aan reactie bij het paard. Als je heel krachtig drijft, dan zie je heel vaak dat boven de knie het lichaam op een bepaalde manier ook reageert. Dat zie ik nou niet, maar dat moet je. Nee, dat doe je dus goed. Daar moet je altijd op letten. Nog sneller. Nee, dat doe je dus goed. Maar als je daar probeer het op bij te laten, bij onder de knie te drijven, snap je? Je gaat netjes mee met de beweging van hoofd en hals. Dat is ook goed. En als je dan hem een beetje nageeflijk zou willen maken, dat zouden we daar graag een beetje proberen. Ja, dat moet je niet forceren, doe je ook niet. Dat ga je ook zo niet forceren. Maar je mag wel proberen te voelen, als je op een gegeven moment in dat meegaan een beetje wil buigen en een beetje lichter wil zijn, dat je dat aan hem teruggeeft, dat gevoel van lichter zijn. Maar het mag nooit ten koste gaan van die doorstap. Nee, precies. Bij haar duurt het meestal half uurtje. Ja. Ja, precies. Dus dan gaan we ook niet forceren. Want als we nou die buiging gaan forceren, ga je ook het tempo terughoudend maken en het gaat er juist om dat je gewoon zo lekker door blijft lopen. Ja, dus de basisvoorwaarden om het voor elkaar te krijgen zijn helemaal aanwezig hoor. Dan voel je op twee teugels voel je een contact en dat contact dat volg je en in dat contact probeer je op een gegeven moment te voelen dat er een bepaalde lichtheid ontstaat en wanneer dat er is, dat voel je dat, dat hoeft nou niet meteen zo te zijn. Ga je daar ook niet een trucje voor leren om dat nou te ontwikkelen, want dat trucje is het eigenlijk niet. Hij kan wel zeggen, knijp maar wat in je handen, waardoor dat je hals gaat afbuigen, maar ja, dan zul je merken dat hij gelijk stilvalt en ook nog taaier wordt. Ga nou niet iets zeggen van drijf maar harder en knijp maar harder en dan gaat hij wel afbuigen en dan komt het goed.
En je moet gewoon het gevoel opbrengen. En dus wat je goed doet is die beweging volgen van hoofd en hals, ook al is de neus naar voren. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Ja, juist. Nou, dan op een gegeven moment dan voel je dat hij toch enigszins een beetje wil gaan ontspannen. En op dat moment dat je dat voelt dat hij gaat ontspannen, keur je goed door middel van evenredig makkelijk vasthouden. Wat voor mij dan heel belangrijk is, op het moment dat je hoofd een beetje laat zakken, en dat je een klein beetje meer relaxed wordt, dat je op dat moment dat hij in de kaken net soepel wordt, dat hij nooit lukt. Dat zie je dan vaak, als een paard dan wat meer moet gaan buigen in de kaak en in de nek en in de rest van zijn lichaam. Want het is niet alleen de kaak en in de nek waarin hij meer gaat buigen. Dan gaat hij ook een beetje de rug gebruiken. Ja, meer. En wat de rug gebruikt hij nou natuurlijk ook. Dat kun je niet gebruiken. Dan gaat hij meer gebruiken en het kost meer energie. Dus dan heb je goed kans als je op een gegeven moment een beetje gaat ontspannen. Daar waar jij blij mee bent, in de kaak en de nek meer gaat ontspannen, want in principe is die zo lekker ontspannen in het lopen. Hij is nou niet gespannen, ja? Maar dat hij nog net iets meer zijn lichaam gaat gebruiken in de zin van buiging, ja, dat je dan voelt op het moment dat hij dat doet, dat je dan ingrijpt als hij terughoudend zou worden. Dat is het enige wat je, of niet het enige, dat je vooral in de gaten moet houden als hij dus een klein beetje gaat ontspannen. In de kaak en in de nek. Goed, gaan we een keertje van hand veranderen. En kijk, want hij is nu al ietsje gedaald, zeg maar. En dan krijg je al een fractie meer welving in de hals. Je moet een beetje steeds beter gaan stappen hoor. Maar je moet wel werken altijd met een aanleuning. Een aanleuning betekent druk. Ja, en die druk die is soms prettiger en die is soms iets minder prettig. Nou, als het prettig is, ja, dat is gewoon fijn hè, voor beide. Als je dat doet, is ook niet erg, maar ik zou wel een beenhulp even geven. Ja, dus de teugel als hij dat doet en hij beweegt daar een keer om onderuit te komen op die wagen. Ja, dat is gewoon met je benen te duwen. Ja, en je hoeft niet hard voor te stappen, maar je moet wel begrijpen dat hij dat niet mag. En wat doe je met je hand? Je laat hem niet los en je trekt hem terug. Ja, en als hij dan weer die beweging zou maken, dan geeft hij weer een been. Dat is het voordeel daarvan, blijft hij niet wel actief. Zou je dan met de hand straffen die beweging die je hebt overslaan? Wat wel kan werken is bij paarden die heel gevoelige mond hebben en makkelijke hals, dat ze daarop makkelijk buigen. Maar dat makkelijk buigen, als dat geforceerd wordt ontwikkeld, geeft altijd negatieve gevolgen in de rest van het lichaam. Ja. Kijk, dit is super hè? Goed? Ja. Ideaal. Zo wordt ze te lopen. Zo wordt ze te lopen, ja. Super klein. Ja, ja. En om dat voor elkaar te krijgen kun je beter positief blijven dan negatief. Ja, als je daar negatief op wordt, dan gaat altijd ten koste van gevoel. Nou, ik heb mijn les gehad. Ik vond het heel erg leerzaam. Ik heb twee dingen er echt aan overgehouden. Je niet druk maken over wat je paard aan het doen is. Maar vooral met jezelf bezig zijn en proberen je paard ontspannen door te laten lopen. En dat voorwaarts gaan belangrijker is dan het paard in de krul. En tweede, als ze met je kopje gaat schudden, gas geven. Dus eigenlijk daar verder geen aandacht aan besteden, behalve dat je even zegt van jongens, dit doen we dus niet. Maar niet aan teugels gaan trekken en niet gaan forceren daarin. Dus daar heb je me enorm mee geholpen. Wat ik het allergrappigste vind, is dat als jij lesgeeft, dat je iemand het gevoel kan geven dat hij de allerbeste rijder op de hele wereld is. Nou, waarom positief? Omdat mijn ervaring is, hè? Dus ik heb wel een opleiding gehad in Deurne daarvoor. En mijn ervaring daarna is eigenlijk zo geweest dat mensen het best oppakken vanuit positieve dingen. Dat wil niet zeggen dat je dan de negatieve dingen niet benoemt, dat wel. Maar paardrijden is een gevoelskwestie en mensen kunnen het beste voelen op het moment dat ze ontspannen zijn. En als je heel erg kritisch gaat worden van dit is niet goed en je moet dit doen en dat is niet goed, dan krijg je al gauw een spanning. Ja, en absoluut. Dat gaat ook een beetje irriteren op een gegeven moment en dan werkt dat vaak tegen je. En wat wel heel belangrijk is, dat je toch de dingen benoemt die
nodig zijn om te verbeteren. Ja, dat zei jij in de les ook, want ik vroeg het ook aan je. Niet zozeer dat ik me toen al de beste ruiter van het hele wereld voelde, maar ik weet nog dat ik tegen je, jij had het over dat hoofdschudden, zei je één keer van joh, gas geven, de rest daarna begon je er ook niet meer over. Toen vroeg ik nog aan je, waarom niet? Toen zei je, anders ga je erop zitten focussen en dan gaat de hele les alleen nog maar daarom en dat heeft eigenlijk helemaal geen nut. Dus daarmee had ik zoiets van, nou dan hoef ik er ook niks mee en mijn paard hoeft er niks mee. En inderdaad, je laat het al gelijk achter je. Dus die snap ik. Ja, oké. Dat ja, ik werk op het moment dat een paard met een hoofd schudt, dan noem ik met name een been, omdat over het algemeen de meeste paarden wat minder aan een been zijn. En als een paard ergens is met zijn hoofd waar een ruiter dat niet wil, dan wordt meestal de hand ingeschakeld om dat hoofd te dwingen in een bepaalde positie te komen. En dat werkt haast altijd remmend. Klopt. En door dat remmen wordt een paard nog terughoudender dan die al is. Ja, dan irriteert hij zich daar een keertje aan, dan probeert hij zich een keertje vrij te maken via een slaande beweging. En om toch duidelijk te maken dat hij dat niet mag doen, moet je iets doen, want anders kun je het hem niet leren. En dan is het meestal corrigerend vanuit een kuit, waardoor de activiteit in het paard blijft, dat hij toch begrijpt dat hij het niet hoort te doen. En met de teugel hou je gewoon contact en op een gegeven moment voel je dat hij dat niet meer doet. En dan kun je hem daarvoor belonen. En doet hij het weer een keer, dan ga je diezelfde hulp consequent herhalen. Ik ga er thuis mee verder. Nou, succes ermee dan. Dankjewel. Bedankt voor de les, we zijn er heel blij mee. Wie weet tot een volgende keer. Nou, bedankt voor het kijken. En wil je meer over ons weten en meer weten over de lessen van Frank? Kijk dan vooral op ons YouTube-kanaal bij Hart voor Paarden. En dan zien we je heel graag een volgende keer. Doeg! Dag!